Wat kun je nou nog meer doen met Summertime? Je kunt bijvoorbeeld improviseren over de melodie. Wat houdt het dan in? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld naar Ella Fitzgerald luistert, hoe die Summertime zingt. Geniaal ook, maar prachtig. Maar die varieert af en toe. Die pakt een ander nootje in de melodie of een ander versieringje. En je kan natuurlijk die versieringjes en die andere noten steeds meer uitbreiden. Wat is een lekkere jazztoon, soort G-mineur bijvoorbeeld. Hé, wat doe ik nou? Piepen. Ik vul het op. Allemaal versieringen. Ja, ook versiering. Heb ik dus gewoon de melodie aangehouden. Iedereen herkent het als Summertime. Alleen, ik varieer gewoon met wat nootjes. En dat is dus al improviseren binnen dat stuk, weer met afspraken. Ik hou me aan de toonsoort, ik hou me aan de akkoorden en ik hou me ook aan de melodie in grote lijnen. Hoe meer ik daarvan af ga wijken, dan maak ik eigenlijk een soort nieuwe melodie. Dat is eigenlijk heel onbescheiden om een nieuwe melodie te maken, want die melodie is geniaal. Daar moet je eigenlijk niks aan doen, maar als je gaat improviseren, dan ga je met dat notenmateriaal van dat thema, ga je andere volgorde maken. Dus je bent aan het koken, je hebt dezelfde ingrediënten gerecht, maar je denkt, nou, ik ga toch eens even kijken of ik er geen pansoep van kan maken, maar dat ik een overschotel met die ingrediënten kan maken. Maar je hebt dezelfde ingrediënten, alleen dat wordt een heel ander gerecht. Het gaat dan toch ook anders klinken. Je gaat er lekker mee variëren. Ik ben dus gewoon heel erg afgeweken van die melodie, maar de akkoorden heb ik intact gelaten, grotendeels, wel een beetje verjazzed. En ik ben lekker gaan kokerellen met diezelfde ingrediënten die toch ook in die akkoorden en in die melodie zitten. En hoe vrijer je daarin wordt, ja, hoe lekker je kan improviseren over bijvoorbeeld Summertime.